Hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Je zou verwachten dat deze video gaat over wat ik vorige keer beloofd heb en wat je nu met zo'n camera kunt doen als je zo'n camera geïnstalleerd hebt. Dat was ook mijn plan, totdat ik uiteindelijk toch niet helemaal tevreden was met de werking van die camera en dat ga ik vandaag ombouwen. Waarom was ik nou niet tevreden met de werking van die camera? Die camera die had ik opgehangen bovenin de omkasting, dus in de enclosure die ik gekocht had. Nou was die enclosure, die staat over de laser heen. De laser is gemonteerd op een plaat, middels pootjes, dat heb ik zelf gedaan. Maar die omkasting staat daar overheen en die is groter als die plaat. Dat betekent dat als jij per ongeluk aan die laser stoot en die laser verplaatst of die omkasting verplaatst, en dat is heel gemakkelijk want dat ding is super licht, dan is die alweer uit zijn calibratie. En dat irriteerde me mateloos. En daarom heb ik een ander plan opgevat. En dat plan bestaat eigenlijk uit het gebruik van extrusiemateriaal. Dit kan niet bij elke laser. Ja, het kan wel, maar dan moet je misschien wel gaan boren in de omkasting of van de laser zelf in dit geval. Denk bijvoorbeeld aan de X-Tool D1 die een soort extrusie heeft. Dat is eigenlijk gewoon plaatmateriaal, zeg maar. Wel mooi plaatmateriaal, niks mis mee. Alleen niet met dit soort rails. Als we bij mijn printer gaan kijken, dan zien we die rails wel. Zo'nzelfde rails, alleen in het zwart. Dus dezelfde rails als dat we hier zien. Dus die hele printer bestaat uit dit soort railsen. Dit spul is relatief gemakkelijk te bestellen in China. En wat ik nu ga doen, en dat zal ik je zo eerst even droog laten zien voordat ik het ga maken. Ik wil dit gaan installeren achterin op de achterste rail van de printer. En dan zodanig dat die recht overeind staat en er eentje hier overheen komt. Die heb ik hier liggen. Ik zal dat even laten zien. Op deze manier. En aan het uiteinde van deze ga ik die camera monteren. Daarvoor heb ik natuurlijk moeten opmeten van hoeveel ruimte heb ik in die omkasting. Ik kan namelijk niet helemaal precies boven het midden komen, maar wel dichtbij. Ongeveer een centimeter of twee eraf kan ik komen. Dat red ik ongeveer. Ik ga heel even de camera draaien. Ik ga je laten zien wat ik bedoel. Hier zie je aan de achterzijde die rail lopen. Hij is zwart en heeft dus ook zo'n sluf. Daar wil ik dus deze lat op gaan monteren. Nou is het hoogte niet helemaal te zien, maar als ik hem iets omhoog haal, zie je dat hij zeg maar dus een soort van haak gaat vormen. Voor dat monteren zijn er kleine onderdeeltjes beschikbaar die in die rails passen. En dat zijn, en iemand die zo'n laser kent, die kent deze dingen, want die heeft die gebruikt bij de bouw. Daar zitten inbusschroefjes bij waarmee je hem vastdraait in de rail. Aan beide kanten, dus eentje daar en eentje daar. Ja. Nu wil het vervelende dat ik slechts vier van deze dingen besteld heb. En er is eigenlijk eentje te weinig, ben ik achtergekomen. Maar ik ga het toch doen, omdat ik denk dat het daar ook nog wel mee gaat lukken. Nou, ik wil je dat proces een beetje laten zien. Het begint ermee dat ik deze rail hier los zal moeten gaan maken. En niet alleen aan die kant, maar ook hier, even kijken of ik dat in beeld krijg. Even wat verder weg. Ook hier zit een schroef. En dat is deze hier. Ja? Die twee zullen moeten worden losgemaakt, zodat ik een van deze onderdelen erin kan schuiven. En dat is wat ik nu als eerste ga doen. Ik doe dat off camera. Maar pas dus op dat je niets kapot maakt aan je laser. Dat is heel belangrijk om te constateren. Even nog een kleine aanvulling. Ik liet u net zien deze los moest. En hier eentje die los moest, maar hier zit er nog eentje die los moet. Dus ook die moet los worden gedraaid. Dat ga ik nu doen. Zo, en zoals je inmiddels kan zien, zit hij erin. Ik heb hem nog niet vastgezet, want ik zal straks ook moeten gaan uitmeten
Waar zijn beste plek is. Ik ga wel alvast de ene extrusie hieraan vastmaken, zodat die al recht overeind staat. Dat is dus de volgende stap. Ik ga zo'n extrusie pakken. Even kijken of ik de goede heb, want ik heb er eentje afgetekend. En die ga ik hierop plaatsen aan deze houder vast. En dat ga ik nu doen. Goed, hij staat nog wat losjes. Maar hij zit er al wel aan vast. Waarom staat hij losjes? Omdat deze bout nog niet vastgedraaid is. Dat heeft te maken met het feit dat ik moet gaan uitmeten van wat is nu zijn beste positie. Dat ga ik straks pas doen. Dat is een van de laatste dingen. Dat is om hem te stellen. De volgende stap die ik moet gaan doen is de tweede extrusie. Die heb ik al afgetekend. Die moet worden bijgezaagd op maat. En dat is de volgende stap in dit verhaal. En dat ga ik nu doen. Zo, de bijgezaagde aluminium rail vastgezet met een van die hoekstukken hier in deze hoek, zodat dit nu stevig is. Dit staat nog losjes nogmaals, ik moet hem kunnen verschuiven van links naar rechts nog. Maar begin is er. Nu komt de volgende truc en dat is waarom ik eigenlijk te weinig heb, want ik had eigenlijk nog zo eentje ook aan de andere kant willen hebben en ik heb er nog twee, Maar je zult zo meteen zien waarom ik er te weinig heb. Ik ga namelijk een aluminium plaatje hiervoor bevestigen waarop de camera komt te zitten. En dat ga ik nu doen. Nu, misschien kun je zien wat ik gedaan heb. Ik heb de twee overige hoekjes die ik nog heb, die heb ik op het uiteinde van die buis gemonteerd. En daardoor heb ik twee gaatjes. En kan ik op de aluminiumstrip twee gaatjes boren om dat vervolgens daarop te plaatsen. Dat is wat ik nu ga doen, dus ik ga gaatjes boren. Daarvoor moet ik natuurlijk heel duidelijk uit gaan tekenen waar. En zodra die gaatjes geboord zijn, ga ik die aluminium plaat hierop monteren. Nou, in de aluminium strip die ik had, twee gaatjes op de juiste maat geboord. En dan heb ik hier nog schroefjes liggen van AliExpress. En die ga ik gebruiken om deze plaat te monteren. Hier bovenop. Op deze extrusie. Nou, dit is het resultaat. Hier komt straks, daar zo, komt straks de camera op te zitten. Ik moet hem alleen nu nog uitrichten, zodat hij op de goede plek komt te staan. En dat ga ik nu doen. Aan de hand van wat metingen. En dan gaan we kijken dat hij goed komt te staan. Zo, inmiddels ook de laatste bout vastgezet. Diegene daarachter op de zwarte extrusie. Camera geplaatst. En nu is het zaak om de kabel van de camera een beetje weg te werken. En dat ga ik nu doen. Nou, de camera ook zo ver weggewerkt. En de kabels weggewerkt. En dus gaan we de zaken weer installeren. Ik ga zo meteen het resultaat laten zien. En dit is die dan, met de omkasting er weer overheen. Ik heb de verlichting nu naar boven geplaatst. Toch prettiger, denk ik. En aan de onderkant zie je daar dan ook de camera zitten. En die zit zo ongeveer dus boven het midden van het werkbed. Wat rest is nu opnieuw kalibreren. En dan kan ik ook die video gaan maken waarin ik je laat zien wat zo'n camera voor je kan betekenen. In elk geval zit hij nu vastgemonteerd. Als ik dit hier beweeg, gebeurt er niets met die camera. Die blijft keurig zitten waar het is. Ik hoop dat je het leuk vond, dat je er wat van geleerd hebt. Tot de volgende keer. Daag.